Hallo kijkers van Dutch Gamers Daily. Zoals je ziet, zijn Ara en Jesse iets aan het bouwen. Ze zijn bezig aan een klein projectje. Binnenkort is er een heel groot huis hier zo, waarschijnlijk. Gemaakt van redstone, met allemaal dingen van redstone erin. Bijvoorbeeld waarschijnlijk allemaal deuren van redstone. Waarschijnlijk, Jesse zijn een alchemielab van redstone. Al het onzinnige mogelijk wat je maar kan bedenken met redstone. Ja, nou, dat wordt in principe een soort van, als je, zo kun je het noemen, een redstone museum. Zo kun je het ongeveer noemen. En dat is over een tijdje klaar. En dan komt er een warp naartoe. En dan zouden jullie kunnen kijken. Wat nog meer. Er is binnenkort ook een nieuwe serie. Hoe heet het nou? Quad Mountain Survival. Quad Island Survival. Oh, Quad Island Survival. En die doe ik ook samen met Jesse en Ara. Dus dat wordt ook wel leuk om naar te kijken, denk ik. Heel grappig ook. Ja, heel grappig. Zeker de eerste aflevering. Het begin ging helemaal fout. Het ging geen doden gevallen. Natuurlijk niet. Nee. We zijn geen enkele dood gegaan. Maar daar zijn wij te goed voor. Ja, precies. Ja. Ja. Maar in ieder geval, wat nog meer? Ja, binnenkort ook wat ik al in het vorige filmpje had gezegd. De survival met Stefan Gastros samen met Ivar, OnlyCraft 12. De shops. Jesse heeft de shops gemaakt. Zoals ik waarschijnlijk al heb gezegd. Volgens mij had ik. Er zijn nu ook al een paar shops geopend. Ja, er zijn al een paar shops geopend. Ik ga er even snel naartoe. Ja. Hier zo. Door de muur heen. Oh, huh? Oh, daar is het helemaal. Wow. Hier. Oké, zoals jullie hier zien. Dit zijn gemaakt door mensen van de server. Dit is Dominion's shop. Dit is van de GhostNL. Dit is van Bacon Cutter. Is ook leuk. Even kijken. Nou ja, zoals je hier ziet kunnen jullie nog meer shops kopen. Hier is er nog één te koop. Ik zal even hier zo. Hier zo. Hier staan de regels. Kun je een beetje kijken. Kun je hem op stop zetten ofzo om even te lezen. Of je gaat gewoon in de server en je gaat hierheen. Dat was het eigenlijk wel. Meer heb ik niet te melden nu. Server gaat voor de rest goed. Lekker. Eén ding, als jullie leuke plugins hebben of iets en jullie willen die in de server hebben, zet ze in de. Ik proberen te vermoorden als je ze aanvalt. Zet ze in de reactie. Ik en Jesse en de andere admins gaan naar de plugin kijken. En we zien, jullie zien vanzelf wel of die ooit in de server gaat. Dat was het. Tot een volgend filmpje of zo. Hoi.